Ik hoef niet eens te weten. Emma, gewoon, weet je wel. Maar vorige keer waren we ook bij Emma. En toen en het was gezellig. Ja, het was gezellig, maar jij verdween opeens. Over jou gesproken. Deze chick zou bij mij slapen. Oh ja. Nou, ze was zo dronken. Ik denk, oké, ik laat haar met die jongen naar de auto gaan en zet haar wel bij mij. Nee, dit is... Opeens was jij verdwenen. Ze is niet eens bij mij aangekomen. Dat de hele nacht gewoon in the middle of nowhere. Je was gewoon dronken ergens heen gerend. De hele grap is, haar moeder belt mij. Ja, mevrouw. Ja, je moeder had me gebeld. Waar was zij? Ze zat bijna zo met jongens helemaal op snack. Terwijl ze met mij was. Maar met wie? Nee, maar de hele grap was, ik bel met haar moeder, terwijl ik gewoon snacks van haar krijg om 3 uur. En ze heeft afgesproken dat ze bij mij zou slapen. Oh my god. Dus ik dacht echt, maar met wie was je? Kan je even je bek houden? Waarom? Omdat je de hele tijd door me heen loopt te lullen. Ik ben toch tegen haar ook aan het praten? Ja, maar ik praat toch ook tegen haar? Je praat door me heen. Ik vraag me toch ook af wat ze allemaal heeft uitgesproken? Je was er niet. Ik was toch op die vissen? Maar ik praat toch niet over die vissen? Oké, over daarna. Wat is het verschil? Dat je je bek gewoon moet houden, nu. Ik ben het is klaar. Maar ik praat het is... Ja. Die is wel leuk, maar je moet er wel iets onder, want hij schijnt door. Helemaal niet. Helemaal wel. Kijk, dat zijn wel buddies. Ik blauw, u oranje, zie je? Oh, videoclip waardig. Videoclip waardig. Zo zou je doen. Dat is even mooi, hè? Dus wat ik krijg een videoclip. Hoe zou je doen? Laat me zien. Je moet eerst die Beyoncé walkie doen. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drop and low and a go with the flow and a wow and a wow. Ja! Sta even stil. Ben lenig, hè? Bro. Oké, draai je om. Ja, is goed. Fix it. Zelf is er... Misschien moet ik aan de achterkant nog een knoopje maken. Is dat strak, hè? Dus dat strak een beetje. Godzilla. Hoe doe je Godzilla? Ik ga deze jou. Je lijkt een Steve van Minecraft. Jij lijkt een Tarzan. Pas, jij lijkt op die bed. Waar is je haarlijn? Ja, doe even je capuchon af. Je had mijn haar gezien, toch? Hoe kijk jouw haar? Doe je capuchon af. Heb je haar gedaan? Doe je capuchon af, dat zien we hier. Nee. Doe je capuchon af. Gewoon kijf, joh. Ik zag toch, jullie hebben mij nooit geraden. Van niet zo vanuit rillen. Ik ben gewoon perfect. Zeg wat je wilt, zeg. Ik ben perfect, zeg. Ga maar! Ga weg dan! Ik heb jou niet nodig! Helemaal niet. Helemaal. Als ik meteen staan. Ja, mensen komen meteen staan. Twee koppen langer dan jou. Jij bent de race hier. Zeg, ik ben nog niet eens in mijn groeispunt. Ik heb mijn groeispunt nog nooit tegengekomen. Als ik ga groeien dan? Ja, dan ben ik langer dan jou. Ik ga wel groeien, hoor. Ik ga niet groeien. Ik ga groeien. We hebben nog veel hoop, hè? Ik heb sowieso hoop. Bro. Maar ik ga het gewoon, maar wanneer ga je eens voor mij regelen dan? Nee? Helemaal niet, man, bro. Nee? Eens voor mij regelen. Nee, helemaal. Sorry, man, bro. Nee, zo. Maar uit, toch niet. Sowieso. Joa, je moet ook even wat voor mij regelen. Hoe is dat van mij? Hey, bro, hey. Je doet het goed, man. Ik ben trots op je, man. Dan verdien je, dan verbrand je al genoeg calorieën. Ik, zo. Ik verdien het altijd. Altijd? Ja, ik verdien altijd een ijsje.
Nou, ik weet niet hoor, je bent altijd een beetje stout bezig. Oh, stout? En irritant. Jij? Irritant. Heel soms ben je een baby. Jij? Ja. Maar ja, ik ja, duw ja, harder. Ja, ik ben weer zo nog niet klaar, dus ja, even. En dan gaan we vechten. Oh. Ja, goed, van al goed. Ja, man. Oeh, het is zeis. Kaas, kijk, daar gaat het al fout. Geen kaas, geen uien, dat is het belangrijkste. Eén, okay. Twee. Oké. Okay. Donna, wil je even de deur dicht doen, alsjeblieft? Tuurlijk, mijn favoriete docent. Nee. Oké, doei. Doei. Dat doe ik wel voor mijn favoriete docent. Nou, dat is lief. Fijn dat je er bent. Yes. Gaat goed? Ja, met u? Ja, altijd goed, hè? Slechte mensen gaan het altijd goed, zeggen ze toch? U bent toch helemaal niet slecht? Nee, maar dat is toch zo'n uitspraak? Die ken je toch wel, of niet? Nee. Nou, dat is gewoon een uitspraak. Ja, slechte mensen gaan het altijd goed. Leer ik weer wat. Ja. Hey Donna. De reden dat ik jou heb gevraagd om hier te komen heeft te maken met het vorige gesprek wat wij hebben gehad. Kun je dat nog herinneren? Niveau naar beneden. Maar. Precies. Ja. Precies. En we hebben een vergadering gehad. En ik zie dat je je best doet. Maar heel wel, erg. Maar, ja, heel, heel erg. Maar ik heb wel besloten om je een niveau naar beneden te zetten. En dat heeft te maken met het feit dat ik denk dat het beter voor je is dat het wat meer rust geeft. Dat doet het niet, geloof me. Ik kan dit prima aan. Ik hou goede cijfers. Ik ben aanwezig. Ja? Ja, wat moet ik nog meer doen? Ik ben niet perfect, hè? Nou, op zich hoef je niet heel veel te doen. Kijk, waar het mij om gaat, het gaat om jouw welzijn. En toen ik je leerde kennen, Donna, was je vrolijk, goed lachs, was je aanwezig, had hele goede cijfers, was sociaal, heel erg in de omgang. Ik ben nog steeds heel sociaal, maar je was heel erg begaan met alles en iedereen. En het valt mij op en ik vind dat je de laatste periode gewoon wat meer in jezelf bent. Wat meer op jezelf gericht. En dat kan, hè? Dat kan een fase zijn. Daarom heb ik ook gezegd, ga nu een niveau naar beneden. Maar je hebt het zelf in de hand. En je kan dus ook weer een niveau omhoog als het goed gaat. Hè? Dus het is aan jou. Jij hebt die keus. Jij bepaalt uiteindelijk. Gaat het? Jawel, jawel. Het gaat wel. Zeker. Dank je wel, lieverd. Je zorgt goed voor mama, ja. Ik weet niet. Nee. Dat lijkt me wel cool. Ja, mij ook.
foto's van dit. Deze is leuk. Die? Ja. Die in de kant. Ja, deze is wel leuk. Zien. Die rit. Welke maat is het? Ik dacht jouw maat, hoor. Ja, het was hem. Vind je hem leuk? Ja, is wel leuk. Moet je hem nemen, toch? Ik heb geen geld bij me. Je durft het niet, prima. Dat zeg ik niet. Je durft het durf niet. Durf het wel. Yes. Mag ik even? Ik kom een andere keer terug. Jij hebt altijd zo'n grote mond. En nu ligt het voor je en nu doe je het niet. Heel okay, grappig. Dat is wel leuk, hè? Ja, heel leuk. Ik weet niet of hij de volgende keer nog steeds hier ligt. Wat ik wel weet is dat jij er nu voor staat. Of je pakt hem, of je laat het. Pussy. Leuke trui. Nieuw? Ja. Ja, nieuw. Staat je goed. Je ziet er ook goed uit. Dank u. Hij heeft een vriendje. Ja. Wilt u nog een beetje koffie? Je hebt het druk, toch? Ja. Mijn prinsesjes zijn er niet. Nee. Dus ik ga. Oké. Maar ik wil je nog steeds helpen met die keuken, hoor. Ja. Wat jij wil. Wat ik wil. Zal ik ook een keer voor jou koken? Wat vind je lekkerder? Of moet ik het bedenken? Gaan we dan ook samen de spullen halen? Als je later vandaag niks gaat doen, dan kan je ook naar het pleintje komen. Als jij zin hebt, hè? Morgen blijf ik trouwens de hele dag thuis. Als je wilt komen of ophaal, dan kunnen we ook een stukje lopen. Ja, maar het ziet er echt prachtig uit, man. Dankjewel, oh, zo leuk om te horen. Je moet me echt, echt een keertje helpen met wiskunde. Natuurlijk, waarom niet? Want ik kan echt niet. Ja, ik ben toevallig goed in wiskunde. En we kunnen daarna ook gewoon wat leuks doen, toch? Ja, toch ijs eten, wandelen. Ja, het wordt wel lekker weer. Ik denk zo. En als we bij mij thuis aan zijn kraampje doen, dan kunnen we gewoon heel wat film kopen. Nice. Ja, toch? Zo gezellig. Nee, het moet natuurlijk ook wel een beetje gezellig zijn. Zo voor net een messen, ja, ze lijken Kim K. Wow. Zo voor mij is voelen zich Maaien als Sim K. Wow. Als ze niet bij mij, dus ik breek ze als Sim K. Ik heb mijn jongens zoeken kaas en daarom gebroken. Kijk, ze zei met gaan niet werken, dus ze kan niet met je verder. Het zijn niet van mijn buurt, ik zei met je uit, ik voel me lekker. Wij naar het park. En hij begint te vertellen. Hij kwam gewoon helemaal uit zijn schulp. Het was zo mooi om te zien. Dus ik denk, ja, dat doet toch wel goed. Zo'n man die dan zo helemaal geniet en vertelt over vroeger. Ja, joh. Ik merkte gewoon dat hij dat echt nodig had. En ik had het allemaal vaak gezegd, hoor. Van, ga nou mee naar buiten. Dat zal je goed doen. Die man die zit al thuis sinds zijn vrouw er niet meer is. Ik heb echt wel weer genoten.